Wifi is met Justine. Wij zijn bezig met de jaarlijkse doorlichting. Everything will be fine. Het brengt eigenlijk op heel korte tijd een aantal ontzettend belangrijke thema's die heel typisch zijn voor de maatschappelijke evolutie van pakweg de voorbije 20, 30 jaar. Er wordt heel veel gesproken vandaag over eenzaamheid, over individualisme, over het competitieve, over het gebrek aan solidariteit. Wel, je ziet dat in een nutshell, hoe dat zich ontwikkelt over een periode van een paar weken door de manier waarop die evaluatie gestuurd wordt. De film begint heel krachtig met een emmer die aan het vollopen is en die uiteindelijk overloopt. En dat is eigenlijk een centraal beeld dat de teneur zet voor de rest van de kortfilm, want de emmer loopt op verschillende plaatsen over, hè, zowel in de thuissituatie van de mensen als op de werkvloer zelf. Allee, goed begin van de dag. Je kunt toch niet alle dagen thuis blijven zitten, hè? In dat ene zinnetje zit er een heel krachtige redenering, hoor. Mensen voelen zich heel snel schuldig vandaag de dag. Ze voelen zich als het ware beschuldigd van profiteur te zijn, van eigenlijk zich niet te willen inspannen voor anderen. En we zien dus dat heel veel mensen veel te vroeg terugkeren uit ziekteverlof. In de film is het heel duidelijk dat de hoofdfiguur een alleenstaande moeder is met twee kinderen die in een niet al te comfortabele thuissituatie leeft. Een alleenstaande ouder met een paar kinderen, daar moet er echt niet veel gebeuren vooraleer die mensen afglijden naar de armoede. En dat neemt hand over hand toe. De film toont een cruciale periode in dat bedrijf waar mensen geëvalueerd worden op basis van cijfermateriaal. De cijfers dit jaar zijn niet goed. Ik had hier graag met een andere boodschap gezeten, maar er zullen mensen moeten afvloeien. Gelukkig valt de schade op deze afdeling nogal mee en zal er maar één iemand moeten vertrekken. En dan zie je op welke bijna perverte manier dat gebeurt. In dit geval heb ik het dan over transparantie en participatie. En daarom willen wij de werknemer volop inspraak geven. Kijk, op dit formulier kan jij aangeven wie er volgens jou in dit huidige team geen meerwaarde is. Wij als directie geven daarmee de controle aan de werknemer zelf. Je ziet hoe een aantal mensen dat eigenlijk nog geloven ook. En dat is een scène waar inderdaad een van de werknemers zegt van, ja, maar voor een keer dat we nu zelf mogen beslissen, moeten we daar toch in meegaan. Ik vind dat we die kans moeten pakken. Als kijker vind je dat natuurlijk ontzettend naïef, omdat je er buiten staat. Maar wacht eens totdat je erin zit. Voordat je het weet, ga je daarin mee, hoor. Everything will be fine is natuurlijk een bijzonder ironische titel, omdat de film illustreert hoe onze maatschappij op een langere periode eigenlijk geëvolueerd is naar een maatschappij waar de onderlinge verbondenheid heel zwaar onder vuur ligt en waar mensen in toenemende mate elkaar wantrouwen. En dat doet men op een hele klassieke manier, maar dan in een moderne vormgeving. De klassieke manier is natuurlijk divide et impera, verdeel en heers. In het moderne jargon klinkt dat dan als rank en yank. En je ziet dat in een nutshell in die film. Mensen onderling in competitie plaatsen, daar angst aan toevoegen, angst om je baan te verliezen, om je bestaanszekerheid kwijt te zijn. En dat in voortdurende strijd met uw collega moeten doen, waarbij uw collega dan eigenlijk uw vijand wordt, waardoor er een wantrouwen ontstaat. En dan eindig je waar wij nu zitten. Een maatschappij van angstige individuen. Maar we hebben het zelf zo georganiseerd, hebben ze het zelf ook moeten veranderen en het is aan het veranderen. Heel deze manier van bedrijfsvoering wordt vaak naar voren geschoven als een bedrijfsvoering die aansluit
bij het typische of zelfs het essentiële van de mens. En de mens zou nu eenmaal een competitief wezen zijn, een hypercompetitief wezen. En overmorgen moeten we dat allemaal ingevuld hebben. Op de keper beschouwd hebben ze een punt. Want dat competitieve zit in ons. We zijn competitieve zoogdieren omdat wij behoren tot de sociale dieren. En sociale dieren zijn per definitie competitief. Maar wat men er niet bij zegt, dat is dat sociale dieren, naast dat competitieve, ook sociaal zijn. En er is in ons, in ieder van ons, een dubbele gerichtheid aanwezig. Een gerichtheid op competitie, wedijver, jaloersheid, eigen ik eerst. Maar tezelfde tijd is er in ons ook die andere tendens aanwezig. Van willen samenwerken, willen helpen, willen een aantal dingen doorgeven. En het is geen toeval, denk ik, dat de hoofdfiguur die dat wel probeert te doen, dat hij dan ook nog de naam Justine heeft. Daar zit het idee van rechtvaardigheid in. Hè? Zorg jezelf. Op grond van degelijk wetenschappelijk onderzoek weten we dat een groep, dat kan een bedrijf zijn, dat kan een maatschappij zijn, dat een groep zo georganiseerd kan worden dat één van die twee tendensen het meest naar buiten komt. Een organisatie die alleen maar het accent legt op dat hypercompetitieve, die tekent zijn eigen doodvonnis. Bedrijf is geen sociale instelling, hè? Als ik nu mijn job verlies. Ja, dan zou ze dat niet redden. Ja, maar toch, eerlijk. Justine, wij zitten met een probleem.